En dan nu weer een nieuw avontuur van Dikkie Dik. Inderdaad, kindertjes, kom maar gezellig bij je zitten. Ja. Kijk eens wat we hier hebben, het grote boek van Dikkie Dik. Ja. En vandaag is Dikkie Dik het beu. Ja, Dikkie Dik. Hij loopt over straat en verveelt zich de tering. Ja. En kijk eens, wat zit hij daar? Dikkie Dik. Een auto. Een hele grote dikke BMW uit de 7-serie. Ja. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. Ja. En wat ziet hij? Dikkie Dik, een radio. Een radio, maar wat zit er in die radio? Zijn een cd-speler. Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Ja. Zouden jullie niet zo'n cd-speler willen hebben? Ja. Nou, Dikkie Dik ook. Kijken wat hij doet. Ja. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars door die ruit heen. En meteen begint het alarm van de auto te loeien. En hij begint te rukken en te trekken. Maar oepser de poeps, wat komt daar aangelopen? Politie! Maar gelukkig heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken. En hij zet het hem op een lopen. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps, hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gebeuren, denken jullie? Dan komt de politie! Ik denk het niet hoor. Kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 halfautomatisch en schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. Ja. En wat is er met die agent, denken jullie? Die is ziek. Die is hartstikke dood. En eindelijk een Dikkie Dik met een gerust hart naar huis. Ja. Met de radio. Met de radio. En thuisgekomen gaat hij lekker op die lange grote sofa liggen. Ja. En zet een hele gezellige, dikke, grote... Spuit heroïne in zijn pootje. Ja. Nou, dat was een spannende avontuur van Dikkie Dik. Ja. Zeg maar dag, Dikkie Dik. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag.